Het is zondag 3 juli. U kijkt naar Omroep Zeeland met het Zeeuwse nieuws van vandaag. Ja, ik ben helemaal een beetje over de moon. Ja, ik ben hartstikke blij. Ja. Dat het na 2 jaar corona weer een feestje op de Brouwersdam zou worden, dat was geen verrassing. Toch heeft de sfeer en de energie de verwachtingen overtroffen. Gewoon echt giga. Er is gewoon echt een muur van enthousiasme en van mensen die het... Want dat zie je ook echt, dat mensen hebben het echt heel leuk. Die hebben het gemist en je, een soort van saamhorigheid. Ik vond het gewoon echt amazing. Ik ben nog steeds een beetje euforisch ervan. Dat is het vooral. Donderdag, ja, we hadden de regen best wel lang ook. Maar de energie die spatte onder de poncho's vandaan. En ik heb heel veel artiesten ook gesproken die, ja, die echt wel boven zichzelf uitstegen. En allemaal het podium afkwamen met van nou, hier staat echt van alles door elkaar. Iedereen heeft er zoveel zin in. Het is echt geweldig. Wat wel heel vervelend was, is dat ja, de mensen die heel hard voor ons werken, die wij inhuren, ja, die hebben echt heel lang zonder werk gezeten. En daar zijn we echt een hoop mensen helaas in kwijtgeraakt. Het is natuurlijk een hele grote uitdaging om de boel dan recht te houden en goed te blijven plannen. Maar we hebben de constructie is nooit in gevaar geweest. Op naar 2023? Zeker, zeker. We hebben al genoeg verbeterpunten gezien. We gaan al eigenlijk vanavond weer aan de slag met de editie voor 2023. De 28-jarige Anko Schreuder uit Capelle is gestopt met zijn 9-tot-5 baan om te voet op reis te gaan van Rome naar Athene. Zijn doel: op zoek gaan naar zichzelf en het echte doel van het leven. Ja, ik hoopte wel op bepaalde levenslessen, ja. Maar welke dat zou zijn, had ik natuurlijk geen idee. Dat maakt het ook een avontuur. Met een bepaald niveau van risico, zeg maar, dat je het onbekende induikt. Want dat onbekende, dat had Anko nodig. Hij wilde meer leren, maar dan buiten de vier muren van zijn kantoor. Pas dan kon hij de controle die hij altijd had loslaten. Soms moet je klimmen, soms moet je dalen, soms loop je vlak. Soms loop je door de blubber, soms loop je door de regen. Het is eigenlijk een prachtige metafoor voor het leven, want ja, wat je ook tegenkomt... Je kan het niet controleren. Maar toch bleven de obstakels komen. En toen kwam er een groep honden op me af. En die honden die bleven bij me lopen. En 5 minuten daarna kwam er ineens om de hoek een witte, grote, wilde stier op me afrennen. Ja, die groep honden die verdedigde mij. Die begonnen naar die stier te bijten en te blaffen en omcirkelden hem en hebben hem weggejaagd. 2 van die 3 honden die bij me waren, die renden met hun staart tussen de boten weer terug het bos in. Maar Roma die bleef bij me en die is sindsdien niet meer weggegaan, niet meer van mijn zijde weggegaan. Samen met zijn hond Roma heeft Anko de reis van zijn leven gemaakt. Hij kan het daarom ook iedereen aanraden. Als je in een sleur zit, ja, je moet natuurlijk wel een einddoel hebben. Van waar wil je dan naartoe werken? Wat is je droom? Ga voor een lange wandeling en zorg dat je daar een antwoord op krijgt. En ik kan je 1 ding zeggen, waar een wil is een weg. Dus houd moed en blijf stappen zetten iedere dag. Dit ziet eruit als een sloep, maar dat is het niet. Dit is een Sint Eelskif. Het wereldkampioenschap was afgelopen week in Kortgene. Ongelooflijk trots en vooral trots op alle mensen die ons hebben geholpen om dit evenement tot een succes te maken. De sport komt uit Schotland, maar is al overgewaaid naar onder andere Engeland, Noorwegen, Amerika, Finland en nu dus ook Nederland. In het gebied van Altena, daar is het heel bekend. Daar heeft bijna iedere dorp heeft al een skif. Maar in Zeeland nog niet. Toch maakten deze Zeeuwse roeiers de overstap van de sloep naar de skif. Speciaal voor dit WK. Hoe anders is dit dan een sloep? Totaal anders. We zeggen wel eens, als je linker wenkbrauw optilt, dan vliegt de sloep gelijk de andere kant op. Terwijl met een echte sloep, ja, blijf je gewoon heel stabiel. Team Zeeland gaat goed uit de startblokken op dit 2 kilometer lange parcours. Ze kunnen lang mee met de rest, maar uiteindelijk worden ze 6e van de 8. Heftig. Maar we zijn niet als laatste geëindigd, dus daar ging het om. 2 achter jullie gehouden. 2 achter, ja. 1, 2. Dus blij dat we mee hebben gedaan. Voor het enthousiaste publiek maakt dat niet uit. Want meedoen is ook hier belangrijker dan winnen.
Het zwemseizoen in open water in Zeeland is dit weekend officieel afgetrapt in Zeeuws-Vlaanderen. Gisteren met de Braakman-race en vandaag trotseerden 225 zwemmers de Damse Vaart in Sluis. Ik heb het wel gemist, dus het was weer heerlijk om in het water te liggen. Ja. Het geeft een kick met alle mensen aan de kant die toejuichen, dat is wel heel gaaf. Alleen het is wel koud. Koud of niet, de meeste zwemmers zijn vooral blij dat de wedstrijden weer doorgaan. Net als de organisatie trouwens. Dit is waar wij op hebben gewacht. Het start van het buitenzwemmen, dat is natuurlijk heel mooi. Gisteren hebben we de Braakman gehad, hier hebben we Sluis. Je merkt echt heel erg dat de zwemmers er echt op hebben gewacht. Je hebt gewoon het vrije gevoel. Want buitenzwemmen is echt wel andere koek dan in een zwembad. Geen keerpunt bij de muur, geen start vanaf het startblok. En af en toe voel je wat in het water, een blaadje of een tak of zo. Buiten geeft mij een veel gezelliger gevoel en meer sfeer eromheen dan binnen. In de open lucht is sowieso lekkerder als in het zwembad. Het is heel gezellig en onderling, iedereen kent elkaar. In die weekend zie je elkaar natuurlijk, dus hartstikke leuk. En dat vind je niet eng? Nou, ik zwom daarnet het bochtje rond en ik ging over een paal. En ik heb wel eens gezien dat er hier hele grote vissen uit het water werden gehaald. Dus ja, toen vond ik het wel even spannend. Het was vandaag een mooie, vrij zonnige zondag met maximumtemperaturen tussen 19 en 21 graden. De lucht was wel onstabiel en we hadden dus ook enkele stapelwolken, maar het bleef op de meeste plaatsen overwegend droog, behalve op Schouwen-Duiveland. Een enkele stapelwolk kon daar uitgroeien tot het buienstadium en daar viel af en toe wat lichte regen, maar verder was er dus geen sprake van neerslag. Vanavond is het ook vrij zonnig en vannacht zijn er brede opklaringen. Temperaturen zakken erbij naar 11 tot 13 graden met een zwakke zuidwestenwind. En morgen wordt het een graadje warmer dan vandaag met 20 tot 22 graden. En het blijft opnieuw vrij zonnig en droog bij een matige westelijke wind. En dit weer houden we ook de komende dagen. Het blijft dus vrij zonnig en de temperaturen schommelen rond 20 graden. En dat is een beetje aan de magere kant wellicht, omdat er sprake is van een matige wind uit een westelijke en soms noordwestelijke richting. En tot zover voor vandaag. Nog een mooie avond en graag tot morgen.